4 Antwerpse spelers in de nationale selectie. En 2 daarvan, kapitein Karim Bahar en toptalent Yashin Aghabar, tillen het nationale team een niveau hoger. Zo eenvoudig kan zaalvoetbal zijn. België wervelde vrijdag bij momenten over Griekenland. En het aandeel van de Antwerpse brigade bij de mini-rode duivels is niet min. Anvers, on sait bien, il y a beaucoup de supporters, il y a beaucoup de gens qui suivent le futsal. Et aujourd'hui, dans une salle comme l'Auto Arena, c'est tout est là pour nous, en fait. Dat zegt ook heel veel over het Antwerpse zaalvoetbal. We starten ook telkens met de Antwerpse jongens. We hebben heel veel gespeeld. Dus Antwerpen is ook een topclub en dat illustreert zich ook bij de nationale ploeg. Nochtans had België het niet onder de mat met Griekenland. De Belgen domineren wel, maar komen bij de eerste tegenaanval meteen op achterstand. Doelpuntenmaker is de alombekende Apostolos Kaifilias. Gelukkig blijven de Belgen kalm en nog voor de rust zet ex-Antwerpen-speler Shaibai de scheve situatie recht met zijn 4e en zijn 5e treffer van het kwalificatietoernooi. Ruststand 2-1. We wisten op voorhand dat we niet mochten panikeren. We moesten die goal gaan zoeken. En dan kregen we het deksel op de eerste helft. We moesten heel rustig blijven. Juist voor de rust komen we dan nog 2-1 voor. En dan wisten we dat Griekenland moest komen en dan moesten we het alleen maar afmaken. Makkelijker gezegd dan gedaan, maar op techniek en ervaring controleert België na de pauze wel voortdurend. Ilias El Hawal zorgt hier na een vlotte Belgische combo voor de bevrijdende 3-1. En de onvermijdelijke Karim Bahar legt de eindcijfers vast. Ander lichtpunt bij de Rode Duivels in zaal, Yashin Aghabar. Soms nog wat onstuimig, maar even vaak ronduit geniaal en alleen foutief af te stoppen. Ja, ik ben momenteel goed bezig, ook in Antwerpen. Ik ben daar topscorer in Antwerpen. Hopelijk pak ik ook de beste speler van België onder 21 jaar. Wat is de rol van Karim Bahar daarin, in jouw begeleiding? Ja, hij is de leider. Hij zet mij op de juiste weg. Hij steunt mij, hij stuurt mij. Hij geeft mij volle vertrouwen voor de wedstrijd, tijdens de wedstrijd, na de match. Dus ja, voor mij is dat een hele grote, een belangrijke persoon in zaalvoetbal en naast het zaalvoetbal. Ja, het is zeker een groot talent. Hij kan heel goed voetballen. Natuurlijk moet hij de voetjes op de grond houden en blijven werken. En daar is hij goed in bezig. Met het hoofdje koel houden. En dan denk ik dat hij nog een hele mooie toekomst tegemoet kan. Ja, Chabar, j'ai joué avec lui au début de saison à Anvers. C'est un jeune, c'est la première année qu'il est en équipe A, mais il a déjà toutes les qualités, il est calme, il a beaucoup de qualités pour être un grand joueur. Talent zat dus in het Antwerpse, jong geleerd is oud gedaan. Hun lot